Mijn vader had hier een stuk grond en elk jaar maaide hij dat af, maakte ervan ooi en dan stak hem dat in brand. Ik heb hem toen gezegd, ja, je moet dat niet blijven doen, we gaan onze schaap houden. En zo zijn we begonnen met dat ene schaap. En nu zit ik dan aan 25. Dat is mijn vader met mijn kleindochter, Juna. Mijn vader is ook iemand die graag buiten is. Dus ik denk wel dat ik van hem wel een stukje van degene van hem overgenomen heb. Qua uiterlijk lijken we ook wel op elkaar. Hier bij mij, Perro. Hier bij mij. Kom hier bij mij. Lay down. In het begin lachte hij met mij. Wat heb je nu gekocht? Een hond. Maar als ik nu moest toekomen zonder hond, dan zou ik zeggen, wel, dat scheelt er. Waar zit een hond? Mijn vader is intussen 91 jaar. Dus kijk, hij is content dat ik het hier een beetje onderhoud met de schapen. Ik ben altijd aangetrokken geweest tot de dieren, tot het buiten zijn, op het veld werken, helpen. Ja. Ja, zelfs als het regent wil ik buiten zijn, dus de schapen ook. Dan doe je een hoed aan en een jas en je potten. Of in de winter doe je warme kleren aan en je gaat buiten. Ik kan niet goed binnen zitten. Perro, lay down. Ik heb hier gewoond tot mijn 5 jaar en dan zijn we naar Sint-Anna-Pede verhuisd. De volgende foto's zijn van bij mij thuis in Oetingen, wat ik over een 20 jaar ook een stuk grond kunnen kopen heb. Daar kan ik dan ook elke dag met mijn honden naartoe, hè. 'S morgens, 's avonds. Dat is wel het voordeel. Dat ik niet ver moet gaan. Ik heb hier een foto van twee lammetjes die net geboren zijn. Het voordeel met een blode mei is dat het klein lammetjes zijn en dat ze vanzelf lammeren, dat je er niet moet bij zijn. Dat is ook het voordeel dat ik heb als ze hier in Schiphol staan, dat ik er ook altijd niet moet bij zijn als ze lammeren. Dus die trekken hun plan. En die zijn iets kleiner bij de geboorte, maar die halen dat vlug in. Mijn eerste hond ben ik verloren op 9 maand. Ik heb dan jaren gezaagd om een hond te hebben. En dan op 9 maanden ouderdom heeft hem epilepsieaanvallen gekregen. En dat stopte je niet. En toen hebben we naar de dierenarts geweest. En er was geen andere oplossing als hem te laten inslapen. En we hebben dat ook gedaan, maar dat heeft ons wel pijn gedaan. Ik had dat nooit gedacht. Achteraf hebben we dan onze Bono gehad, ja, die is 14 jaar geworden. En daar had ik echt een goede band mee. En dan heb ik wel wat wedstrijden mee gewonnen ook.
dat was echt een hond waar ik goed mee overeen. Vroeger werd de wol verkocht en dan verkocht de schaapherder het zelf. Maar tegenwoordig zijn ze blij dat ze de wol meenemen, want je raakt er moeilijk vanaf. Ook moeten ze zorgen dat de wol proper is, want anders wordt het niet meer aanvaard. Zien. Zie je, die van boven schapen hebben geen tanden. Daarom dat ze het gras zo mooi afbijten. En onderaan hebben ze wel tanden, maar bovenaan niet. Je moet je lammeren van de moeder scheiden als je er wilt mee kweken. Riskeerde dat de moeders door het duwen op de nuier van het schaap zou die op den duur gekwetst worden. En dan is volgend jaar is die nuier, geeft die geen melk meer. Die lammetjes zijn dan ook oud genoeg om zelfstandig te eten en die kunnen dan hun plan trekken. De moeders zoeken, hè, ze zoeken elkaar op. Hè, ze blaten dan. En als je ze ver genoeg uit elkaar kunt zetten, dat ze elkaar niet horen, is dat wel een voordeel. Dan gaat dat rap over. Als je ze rolt, moeten ze altijd langs dezelfde kant recht zetten, dat hun maag niet kantelt. Want dan kunnen ze sterven. Dus je moet een beetje attentie doen als je de schapen gaat scheren. Schapen kunnen sterven door een ziekte. Ja, of door ouderdom. Hè. Of lammetjes. Waarom? Je weet het altijd niet. En ja, dat is nooit niet plezant, maar ja, dat valt voor. Over het algemeen dient het tot niks dat je je opwindt in iets. Je bent beter dat je dat rustig laat passeren en dat je terugdenkt hoe gaan we het aanpakken de volgende keer. Positief, altijd positief zoeken. Dat is het kan gaan.